Vandaag focussen we ons nog even op de wet waar we voor we Christus leerden kennen aan gebonden waren. In Galaten 3 vers 21 schrijft Paulus dit. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Gisteren hebben we gezien dat als we met Christus zijn gestorven, we niet langer aan de wet zijn verbonden. We behoren nu een ander toe. Jezus ontvangt ons niet alleen liefdevol en met open armen, maar hij belooft ook dat we vrucht gaan dragen voor God. Dat kun je nalezen in Romeinen 7 vers 4. Vrucht dragen was geen optie in de relatie met meneer de wet. Eisen stellen deed hij liever dan bekwaamheid schenken. Helaas kon meneer de wet geen leven brengen. Hij gaf alleen instructies. Hij kon je precies voorschrijven hoe je moest leven. Maar kon je niet het leven schenken dat aan Gods eis voldoet. Leg geen vals getuigenis af. Steel niet. Pleeg geen overspel, zei de wet. Maar zijn bevelen konden jou niet veranderen. Door te zeggen dat je niet moest begeren, heeft de wet geen einde kunnen maken aan jouw begeerte. Paulus zegt in de tekst van vandaag dat meneer de wet een impotente echtgenoot was. Hij heeft geen leven in jou voortgebracht en hij heeft je diep gefrustreerd achtergelaten. Maar God heeft je nu aan een ander gegeven. Jezus is jouw bruidegom die zijn leven in jou voortbrengt. Nu je hem toebehoort, kun je vruchtbaar worden voor God. Dat zei Jezus in Johannes 15, vers 4 en 5. Hij zei, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vruchten dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Jezus nodigt je uit tot een liefdesrelatie. Met als gevolg dat je van binnenuit vrucht draagt en je steeds meer op hem gaat lijken.